Hoi, vandaag heb ik voor jullie een nieuwe video. Allereerst weet ik dat het al een tijdje geleden is. Of nou ja, een tijdje geleden. Het is wat je een tijdje geleden noemt. Maar gelukkig nieuwjaar. Het is onderhand al bijna een week geleden. Dus ja, dat is best wel een tijdje geleden. Vandaag heb ik voor jullie een hele leuke video. Ik ga jullie vandaag mijn geshopte spulletjes laten zien van de Primark en van de H&M. Het is niet echt zo superveel, maar ik vond het wel leuk om er een video over te maken. Omdat de meeste Primark altijd wel leuk vinden. En H&M vind ik zelf ook altijd wel leuk om te zien. Dus ja, laten we snel beginnen. Ik zal allereerst beginnen met de Primark. Ik heb één dingetje gekocht wat niet met de kleding en zo te maken heeft. En dat is een speaker. Dat is deze, hij zit er nu niet in. Ik ga hem even pakken. Dit is de speaker. Hij is klein, maar wel super handig. En ik ga eventjes laten horen wat het geluid hiervan is. Deze box, ik ben er super blij mee. Ik was al een tijdje op zoek naar een boxje. En het was nu niet per se dat ik het nodig had of zo. Maar ik zag het staan. Deze was 15 euro. En je had er ook nog eentje die niet op Bluetooth werkt. Deze is op Bluetooth. Mocht je dat je afvragen, er zitten nog wat knopjes op. En ja, voor de rest, er zat een kabeltje bij in het doosje. Het is dus niet op batterij, het is met kabeltjes opladen en zo. Dus deze hele leuke speaker voor 15 euro. En I like them very much. Yeah, woe, yeah, yeah. Dat komt net zo'n Sims poppetje. Dan gaan we nu over naar de kleding items. Ik heb twee kleding items gekocht. Een blouseje en een truitje. En dan heb ik nog schoenen gekocht. Dus laten we maar beginnen met het blouseje. Dit is het blouseje. Hij is, ja, hoe zullen we het zeggen? Hij is een beetje blauw met streepjes. Ik denk dat het een beetje spacend overkomt op de camera. Ik vond hem zelf wel erg leuk. Het was totaal iets anders dan wat ik normaal draag. Maar dat vind ik juist leuk, want bij de Primark is alles super goedkoop. Zoals deze 13 euro. En daardoor kan je juist wat experimenteren met leuke nieuwe dingetjes. Dus dit hele leuke blouseje voor 13 euro. Je kan trouwens de mouwtjes opstropen, want er zit een knoopje op. En hij kan wel niet helemaal tot boven dicht, wat ik wel jammer vind. Want dat is leuk voor onder truitjes en zo. Maar deze was dus 13 euro en vind ik super leuk. En dan kocht ik nog iets wat ik normaal eigenlijk nooit zou dragen. En dat is iets wits. Dat is met zo'n ritstofje. Dat is namelijk deze hele simpele witte trui. Top. Hij heeft gewoon lange mouwtjes. En wanneer je hem aandoet, komt hij een beetje krop. Hij heeft dus zo'n ribbelstofje, maar dat ga je denk ik niet heel goed zien. Ja, ik vind het super, super leuk. En ik dacht eigenlijk altijd dat wit mij nooit zo goed stond. Maar op zich kan ik wit nog best wel goed dragen. Dus deze was 5 euro. Dus daarvoor kon ik hem zeker niet laten liggen. En als laatste kocht ik zoals altijd ook nog schoenen bij de Primark. Bij de Primark vind ik schoenen altijd super leuk. En ook gewoon omdat ze niet zo duur zijn. En ik ben gewoon echt een schoenenmens. Ik heb te veel schoenen. Ik weet soms niet welke schoenen ik moet aandoen. Maar uit daarom pak ik meestal toch gewoon altijd maar weer dezelfde. Deze schoentjes zijn wat aparter dan normaal. Je moet ze leuk vinden of je vindt ze gewoon echt heel lelijk. Het zijn namelijk deze. Ze zijn zwart en een beetje bollig aan de bovenkant. Ja, misschien ken je wel de Dr. Martens. Die heeft nu een lage variant uitgebracht. En daar deden deze mij wel een beetje aan denken. Ik vind ze in ieder geval super leuk. En ja, misschien zien ze er nu een beetje radig uit. Maar als je ze aan hebt, staan ze echt heel leuk. En het heeft ook iets speciaals trouwens. Er zit extra voering of zoiets in. En dat is wel heel fijn. Deze waren 18 euro. Als laatste kocht ik twee dingetjes bij de H&M. Ik kocht een rokje en ik kocht een truitje. Dat rokje, dat is een beetje apart. Dus misschien ga je het leuk vinden, net als bij de schoenen. Of misschien ga je het echt super, super lelijk vinden. Ik vind het best wel leuk. En dit is dat rokje. Het heeft van die knoopjes. En ja, het heeft misschien een beetje een rare lengte. Zo lijkt het misschien. Het heeft dus knoopjes. En op de achterkant heeft het zo'n streep. Deze vind ik wel echt ontzettend leuk. Je moet deze een beetje in je taille dragen. Dus best wel hoog. En dan staat deze super leuk met van alles zoals crop tops en zo.
Deze kostte volgens mij 15 euro. Ik heb deze gedragen toen het nieuwjaar was. Dus ja, ik weet hier de prijs niet meer van. Bij deze rokjes is het een beetje raar om de maat goed te vinden. Want uiteindelijk heb ik ook een hele andere maat moeten nemen dan dat ik normaal heb. Maar uiteindelijk past deze en ben ik er super blij mee. En als laatste kocht ik nog een truitje. Dat is deze bordeaux rode. Ik vond deze super leuk toen ik deze zag. Ik dacht, laat ik deze passen. En hij stond eigenlijk best wel leuk. Hij heeft nog wat details aan de onderkant. Zo van die streepjes. Ik heb deze ook al best vaak gedragen eigenlijk. Want ik vind deze gewoon heel erg leuk. Deze staat bijvoorbeeld ook heel... Deze staan bijvoorbeeld ook heel erg leuk op dat rokje. Trouwens, dat rokje was in de korting. Dat was normaal 25 euro en dat is nu maar 15 euro meer. En deze is dus 15 euro, niet in de korting, gewoon normale prijs. Maar daardoor vond ik hem nog steeds super leuk. Dat waren dan weer alle items van deze shoplog. Zoals ik al zei, niet heel veel. Ik heb nog een vraagje aan jullie. Hebben jullie nog leuke video-ideetjes? Want het is niet dat ik inspiratieloos ben of zo. Maar ik wil in 2016 super leuke video's gaan maken. En daardoor heb ik natuurlijk wel af en toe een beetje hulp van jullie nodig. Want ik weet niet wat ik altijd moet plaatsen. Mijn uploadschema is nu een beetje in de war. Dat komt doordat ik op donderdag had geüpload die Throwback 2015 video. Maar dat wou ik gewoon heel graag plaatsen. Dus vandaar dat er afgelopen zondag geen video is online gekomen. Maar dat was dus de video die donderdag online is gekomen. Nou, dat was dat. Ik hoop dat jullie deze shop nog leuk vonden. Doe dan zeker een duimpje omhoog. En hier beneden kan je altijd abonneren. Ik heb de laatste 300 abonnees gehaald. En dat vind ik echt super leuk. Dankjewel daarvoor nog trouwens. En dan zie ik jullie bij de volgende video weer. Doei doei!